Hedenavond heeft de Raad van Zeewolde het energieuitvoeringsprogramma voor de periode 2019-2022 aangenomen. Voor de camera staat de heer Hendrik Visser, fractielid van de VVD in Zeewolde. En meneer Visser heeft een amendement ingediend. Meneer Visser, laten we bij het begin beginnen. Er is gekozen voor variant 2a, zeg ik maar. En dat behelst voor een groot gedeelte de windenergie en de zonne-energie. Nou hebt u in uw amendement gevraagd om die gelden die daarvoor bestemd waren ook te bestemmen voor andere mogelijkheden, bijvoorbeeld de warmte-energie, terwijl men dat nou juist niet wou aanpakken. Waarom? Nou, wat wij als VVD zien is dat de ontwikkelingen als het gaat om het verduurzamen van onze samenleving heel snel gaan. De ontwikkelingen gaan heel snel, de technieken veranderen heel snel. Het college heeft het voorstel gedaan om in feite met name de financiële middelen te gaan inzetten voor wat heet dakgebonden zon. Zou je kunnen vertalen als zonnepanelen. En wij zeggen, nou, op zich een verstandige keuze, maar sluit andere ontwikkelingen niet uit. Dus dat geld wat de Raad ter beschikking stelt, stel dat ook ter beschikking voor andersoortige ontwikkelingen als daar de komende jaren vraag naar is. En dat kan bijvoorbeeld ook zijn het opslaan van energie in grote batterijen waar de gemeente wellicht een bijdrage aan kan leveren. Of ook de bijdrage die wellicht aan de gemeente gevraagd gaat worden om woningen die nu nog op het fossiel gas zijn aangesloten daarvan af te krijgen. Dus in die zin is flexibiliteit wat ons betreft geboden. Ja, nou is het zo dat die 2,6 miljoen euro die daarvoor is gereserveerd, die was voor een belangrijk deel voor de windenergie en de zonne-energie. Zonne-energie is niet alleen dakgebonden, maar ook landbouwgronden en andere gronden, niet zijnde landbouwgronden. Ja, klopt. Ik moet wel zeggen, die 2,6 miljoen is niet zozeer voor windenergie. Het is wel inderdaad voor zonne-energie. En daarbij ligt in feite de keus voor, doen we dat op daken of doen we dat op de grond? Grondgebonden dan wel dakgebonden zonne-energie. In feite ligt die keus nu voor. Hè. Het voorstel ligt dusdanig op tafel dat er gezegd wordt, we gaan de grootste deel van onze verduurzamingsopgave halen uit wat heet grondgebonden zon. Dus in feite op taluds van dijken, op bij wijze van spreken stukken grond die nu beperkt gebruikt worden, die best wel gunstig liggen, waar grote zonneparken op kunnen komen. We komen later te spreken over de discussie, wat doen we met landbouwgronden. Maar met name daar is de meeste winst te halen als het gaat om onze verduurzamingsopgave. En zonnepanelen uiteraard ook als het gaat om daken. Maar in zonneparken gaat het veel harder en veel sneller. En dat willen wij als VVD ook zeker ondersteunen. Ja, nou is vandaag het nodige van het klimaatakkoord wat morgen bekend wordt gemaakt, is al uitgelekt. En een van de maatregelen die uitgelekt zijn, is dat er 500 miljoen beschikbaar wordt gesteld voor de woningcoöperaties. Om woningen duurzamer te maken, met name door isolatie. Hadden we niet daarop kunnen wachten? Nou ja, goed, eigenlijk is net wat het amendement van de VVD inhoudt. Per dag komen er nieuwe ontwikkelingen op ons af. Het Rijk neemt maatregelen. Het Rijk neemt ook beslissingen om geld ter beschikking te stellen. En wij willen juist als VVD ervoor zorgen dat de gemeente eigenlijk het geld wat aan de gemeente gevraagd wordt, zo zorgvuldig mogelijk kan inzetten. En als er op een andere manier gefinancierd kan worden, hoeft de gemeente dat niet te doen. Dus dat is ons standpunt. Dank u wel voor dit interview.